Hoe hard komt deze uitschakeling alsnog aan? Ja, we hebben het laten liggen bij de eerste wedstrijd uit. En ja, hier wisten we dat het heel lastig zou worden. Maar ja, als we snel gingen scoren, dan zou het nog mooi worden. En ja, gelukkig scoren we in de tweede helft heel snel. En dan komt het geloof helemaal terug. En we hebben nog wel een paar goede kansen ervoor gehad. Alleen ja, het is niet gelukt. Er was iets te veel. Met wat voor gevoel sta jij hier nu? Met een gevoel van dat we het in woensdag weg hebben gegeven, vooral in de eerste helft. Dat we vandaag hebben bewezen dat we zeker minstens evenwaardig zijn aan AZ. En met een beetje geluk dat we misschien snel de tweede goal achter die eerste kunnen maken. Dat we, ja, wie weet, nog een derde hadden kunnen maken. Maar helaas, met de tijd die verstreken, wordt het steeds lastiger als je op 1-0 blijft staan. Dus ja, woensdag is het probleem. Hey, tot wanneer had jij geloof in een goede afloop? 88ste minuut. En toen wist ik wel dat het gebeurd was. Ja, het was op een gegeven moment lange ballen. Ik geloof 4 spitsen stonden er. Maar hij viel maar niet goed, hè? Nee, klopt. AZ had weer een ander speelstijl. Ze speelden nu met 5 verdedigers achterin. Dus ja, ja, dan wordt het nog lastiger. En dan zijn de ruimtes wel heel klein om doorheen te komen. Ja, ik denk dat we sowieso aan het publiek verschuldigd waren om een reactie en om voor het seizoen goed af te sluiten. En dan ja, hopen op een snel doelpunt. Dat viel eigenlijk redelijk snel ook nog na de rust. Daarna zouden we blijven pompen met Otigba in de spits. Samir, die ook wel sterk was vandaag. En als hij dan een keer goed valt, ja, maar helaas. Ik kan me voorstellen dat je zelf helemaal gesloopt bent, want ik zag je echt overal lopen in het veld. Ja, het was natuurlijk ook de derde wedstrijd in 1 week voor iedereen. En ja, je wilt alles geven, zeker na die 1-0 kreeg je een boost, het stadion kreeg een boost. En dan wil je blijven gaan. En, ja. Jij begint met de punt naar achter in plaats van jullie met de punt naar voren spelen. Dat lijkt me ook pittig voor jou dan in zo'n wedstrijd met de fysieke mensen als Elm en Goedelje. Ja, klopt. Maar dat wisten we van tevoren ook wel. Alleen ja, we probeerden dat ik vlak voor de verdediging voor de tweede bal en dan zo weer verder voetballen. En ja, we hadden wel telkens de bal, alleen we creëren in het begin heel weinig kansen eigenlijk. Ja, dan kun je toch met de opgeheven hoofd ja, de competitie nu beëindigen? Ja, het is een beetje sneu dat je goed vijfde wordt en dan eigenlijk helemaal niks hebt. En ja, het is dan vervelend dat je daar in AZ het weggeeft. Ja, misschien hebben we in Alkmaar iets te veel, ja, dat we wouden winnen. En misschien moesten we iets slimmer zijn door ja, rustig af te wachten en dan scoren. Want het is een tweeluik. Ja, is dat misschien ook wel het verschil tussen Heerenveen en AZ? Misschien AZ iets geroutineerder, vooral door de ervaringen in de Europese duels. Die weten wat er gevraagd wordt, sowieso, voorhand. Ja, klopt. Hun hebben dat wel beter gedaan dan ons. Wij zijn iets te grillig blijkbaar geweest. Hoe groot is de kans dat we volgend seizoen jou mogen bewonderen in het Heerenveen shirt? Ik kan vertellen dat ik een nieuwe aanbieding van de club heb gekregen. En die ga ik nu in beraad nemen. En ik ben vereerd dat ik toch een nieuwe aanbieding heb gekregen. En ik ga nu na de play-offs nu even rustig bekijken wat de opties zijn. Ja, wanneer hoop je uitstuitsel op te geven? Ik hoop binnen nu en 2 weken toch wel te weten waar mijn toekomst ligt. Maar ik ben graag in Heerenveen. Dus we gaan het zien. Dankjewel Stefano en tot volgend seizoen.